John Boyega, na Daisy Ridley, lijkt ook John Boyega nu terug te keren bij Star Wars. Dat zijn de sterke geruchten op dit moment. Het is meer naar aanleiding van wat er nu... Wij hebben het vorige week of wat er ook gehad. Of weet je, Yui was al sceptisch, maar wij hadden zoiets van... Nee, maar weet je, Boyega en Disney, die hebben elkaar zo erg in het haar gezeten. Ja. En wat Boyega over Disney heeft gezegd. Ja, ik wou het zeggen. Over Disney en shit. Ik snap dat je dan nooit meer wil werken. Maar hij krabbelt terug. Ja. Had ik niet verwacht. Hij heeft centjes nodig. Hij doet natuurlijk ook niet zoveel meer. Hè? Hij is door die shit. Ja, maar... Niet per se gecanceld. Maar wel veel mensen hebben zoiets van... Oeh, ik weet niet of we onze vinger moeten branden aan een acteur... die hun werkgever, die ook nog eens zo groot is... in zo'n slecht daglicht zet. Ja, ik vind John Boyega, ik vind hem een harde acteur. Ja. En weet je, ik prijs hem ook in zijn activisme. Dat is zijn goed recht. Dat moet hij helemaal weten. Hebben we altijd toen al gezegd, maar het is niet tactisch. Het heeft hij altijd gedaan. En weet je, dat moet hij helemaal zelf weten. En weet je, als hij dat wil doen, als hij daar gelooft, dan steun ik hem daarin. En ik vond hem echt een... Hij was een voorvechter daarvoor. Hij liep ook mee met die demonstraties. Zat voorop. Noemde Disney racist. Ja. Heeft heel veel nare dingen gezegd. Ook over productieprocessen. Precies. Noem het allemaal maar op. Zo hard. Echt meerdere interviews. Echt met de botte bel erin. En of dat terecht is. Ik denk dat er zeker een kern van waarheid is. Ja. Maar dat zeg je niet als acteur in die franchise die je fucking veel geld geeft. En die ook zo'n grote speler is. Dat als je andere producties gaat doen... En je zegt dat soort dingen over iets dat zo groot is als Disney. Ja, wat zullen ze. Dan denk je van: oké, maar als ik hem nu inhuur. En hij vindt het hier niet leuk. En er gebeurt weer eens iets. Dan gaat hij straks schreeuwen over ons. Ja, dat we racist zijn. Ja, dat schaadt hem. Ja. En ik zeg ook niet inderdaad dat het een slecht ding is dat hij dat gedaan heeft. Maar het is niet een business-tactische decision. Nou, ik vind het. Kijk. Ik vond hem heel sterk dat hij zo rechtlijnig was. En dat hij gewoon principes had van... Ja, jongens. Kijk, je kan zeggen wat je wil over het activisme. Want er zullen vast ook wel tegenstanders voor zijn. Maar hij was daar heel rechtlijnig in. Ja. Ik vind als je dan nu toch teruggaat... Vind je niet rechtlijnig. Dan vind je ook niet meer geloofwaardig. Want heel eerlijk... Precies. Dit komt gewoon door de bag. Nou, hierna heeft hij volgens mij nog maar in één film gezeten. En nadat hij... Ja, maar hij dus gaat het om geld. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dus hij krabbelt nu terug, omdat hij misschien toch maar weer... Maar dus principes zijn een bepaald bedrag waard. Bepaald bedrag, ja, precies dat. Ja. Ja, en heel eerlijk, mijn principes zijn ook een bepaald bedrag waard. Oh, zeker. Maar dan is het toch wel in hindsight... Je media-optredens over deze voorvallen zijn gewoon een beetje gênant, vind ik dan. Hmm. Je had het ook voor jezelf kunnen houden. Ja, precies, dat. Of intern kunnen bespreken. Ik vind het niet gênant, maar inderdaad, dit voelt nadat je zo daadkrachtig bent geweest, wat ik niet tactisch vond, maar wel prijzenswaardig. Precies, precies dat, ja. Ja, niet tactisch, wel prijzenswaardig, maar dat is zo daadkrachtig dat als je nu dit zegt, dan haal je dat eronder uit. Ja. En dus is dit zwak, inderdaad. Ja. Nee, helemaal mee eens. En hij heeft wel gezegd, los van alle problemen die hij had met Disney... dat hij wel een fijne tijd had om samen te werken met zijn cast en crew en ook J.J. Abrams. En Star Wars tof vindt, inderdaad. Ja. Maar, en dat snap ik dan ergens. Dus dat is een klein beetje verzoening richting. En dat kan alleen maar tot gevolg hebben dat hij steeds meer terugkrabbelt... en op een gegeven moment inderdaad gewoon aan het lobby is... om in een nieuwe film te zitten voor heel veel geld. Ja, en het is echt niet lang geleden nog. En dan praat ik echt misschien over een paar maanden geleden nog... dat hij zei van, ik ben een fan van Star Wars... maar ik ben blij dat ik er niet meer in zit. Ja, precies. Dus, ja wauw. Oké. Nou, maar het is nog niet bevestigd, dus laten we gewoon even rustig afwachten. Maar dit is een hardnekkig gerucht wat deze week... Je hebt natuurlijk ook die mevrouw van kleur die volgende Star Wars film... Die gaat 10 maken natuurlijk, Charmaine. Ja. Dus misschien, dat is natuurlijk wel... Hij als activist heeft misschien dan zoiets van... Oh, maar dit is wel... Ja, maar dat is dan, dan zijn we niet vette verhalen. Dan zijn we politiek weer aan het bedrijven. Ja. Ja, maar daar zitten we nog wel een paar jaar in. Daar ben ik of ook we moeten echt gewoon in de arthouse films. Maar arthouse films hebben over het algemeen nog steeds want dat is natuurlijk, arthouse films zijn nu vaak niet per se een directe reactie op, maar die hebben nu hele gegronde verhalen vaak.
Mijn vriendin kijkt er bijvoorbeeld heel vaak dat soort films. Ik zeg, oh, heb je weer een film gekeken over een heel normale Noorse vrouw met een normaal leven in een, dat? En hij ziet van, ja, dat heb ik weer gekeken. Maar ze lacht niet eens meer erom. Dat zegt van, ja, maar dat is letterlijk die shit die ik kijk. Want dat zijn gewoon arthouse films these days. Vroeger waren arthouse films, die konden hadden andere onderwerpen. Maar nu is natuurlijk alles in film, in mainstream film, zo bombastisch, dat arthouse films heel ingetogen worden. Ja. En gewoon, soms ik vind die omschrijvingen heel mooi. Een Noors vrouwtje wat in een donkere huis zit. In een raam te kijken. Met, naar de grauw buiten. Ja, naar de katten, met de katten naar buiten zitten kijken. Dat, daar gaan die films over. Het, weinig verhaal. Veel meer een soort van situationele mooie plaatjes. Wat ik soms heel cool vind. Ik vond de Banshees of Inisherin vond ik echt super tof. Colin Farrell, weet je. Die soort van met nou, nog ongeveer 10 andere Ierse acteurs op een eilandje zat. En daar een film van gemaakt heeft. Nou ja, dat is super cool. Maar dat is wel over het algemeen niet de soort, het soort plot waar ik graag naar kijk. Ik heb wat meer nodig vaak dan dat. En dat gebeurt nu even niet in arthouse films.